Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb een fantastische middag achter de rug. Als Maurice de Hond me zou in hebben gehuurd voor vandaag om te checken hoeveel procent van de mensen op de Partij van de Arbeid stemt, dan zou ik op 80% zijn uitgekomen. Ik weet niet of mensen tegen mij allemaal de waarheid hebben verteld vanmiddag. Maar toch, het kan er nooit ver naast zitten, toch? En gesprekken met mensen vanmiddag waren ook een welkome afleiding van de afgelopen weken. Want als je de afgelopen weken in Den Haag had verbleven of de kranten bekijkt of de media volgt, dan gaat het over percentages, over financieringsschuiven, over begrotingstekorten en over rentestanden. Als je de krant opensloeg, dan kon je de indruk krijgen dat de welzijn van de Nederlander en van Europa als geheel alleen maar afhankelijk was van dat soort zaken. De cijfers. Met eurocommissaris Olly Rehn of beursanalisten of beleggers van Pimco als de boodschapper van het goede, dan wel het slechte nieuws. En heus, ja, die cijfers, die begrotingen, die doen ertoe. En daarom wil de Partij van de Arbeid ook gewoon naar begrotingsevenwicht. Vlak na 2015 komen wij structureel op begrotingsevenwicht, op de nul, zoals dat heet, uit. Precies zoals we dat met elkaar hebben afgesproken in Europa. We trekken dus geen sprintje naar 2013 om daarna uitgeput plat op de mat te vallen. Wij kiezen voor een verstandige uitweg uit de crisis. Onze plannen, gepresenteerd op 10 april en doorgerekend onlangs door het Centraal Planbureau, laat zien dat wij op de begroting dus structureel 2014, 2015 en verder beter presteren dan het Catshuisakkoord, beter presteren dan het Koendersakkoord of hoe al die namen dan ook maar mogen luiden. Wij zijn de partij van Liefdink, van Drees, van Kok. We hebben altijd voor de schatkist gezorgd en we zullen altijd voor de schatkist blijven zorgen. Sociaal en sterk. Maar dames en heren, uiteindelijk gaat het toch niet over die cijfers. Achter die cijfers zitten namelijk gezichten van mensen. Zoals afgelopen dinsdag, toen ik in mijn oude stad Leeuwarden in een klein theatertje Romein genaamd sprak over de toekomst van Nederland. En in de vragenronde achteraf sprak een vrouw van een klein bedrijfje me aan. En ze vertelde me in tranen dat zij het hoofd nauwelijks meer boven water kon houden. Een btw-verhoging, afgesproken in het Koendersakkoord, zou haar als bedrijf de das omdoen. Of het gezicht van Otto, met wie ik op diezelfde dag at in het restaurant van Minima, Resto van Harte heet dat. Een werkloos vrachtwagenchauffeur van 53. Hij vertelde me dat hij blijft solliciteren, maar dat hij niet aan de bak komt. En het wegbezuinigen van alle regelingen die zijn kans op een baan nog iets zouden vergroten, was het laatste wat hij nodig had. Het is afgesproken in het Koendersakkoord. Of Joyce, die ik vandaag sprak, op straat. Moeder van een kleintje. Die zich met een klein inkomen manmoedig door die crisis heen slaat. Maar die een verdubbeling van het eigen risico in de zorg, ook afgesproken in Kunduz, dus niet kan hebben. Luister naar die onderneemster. Luister naar Otto. Luister naar Joyce. En je weet waarom wij niet meededen met het Kunduz-akkoord. En je weet waar de verkiezingen op 12 september dus over gaan. Die gaan namelijk over de vraag hoe we Nederland op een eerlijke manier uit deze crisis halen. Doen we dat door een obsessieve focus op bezuinigen en snijden in onze gezamenlijke voorzieningen? Of doen we dat door Nederland weer aan de praat te krijgen? Ervoor te zorgen dat er weer banen komen. Dat mensen een eerlijk loon kunnen verdienen. Dat ondernemers weer winst kunnen maken. Dat dit land haar vertrouwen en haar optimisme weer terugvindt. Vraag het de onderneemster, vraag het Otto of Joyce en ze zullen onverkort kiezen voor dat eerlijke optimisme tegenover obsessie. Voor een gezamenlijke oplossing tegenover het ieder voor zich gevecht. Voor onze uitweg uit die crisis. Want na anderhalf jaar is die andere uitweg, die van Mark Rutte, een doodlopende weg gebleken. Het klonk zo mooi destijds daar in september 2010. We kunnen een economie zijn die in Nederland sneller groeit dan in omliggende landen zoals Duitsland, België of Engeland, voorspelde Rutte bij de presentatie van het regeer- en gedoogakkoord
toen in 2010. Het is nu half mei 2012. En na anderhalf jaar premier geweest te zijn, kijkt Mark Rutte vertwijfeld naar de ruïnes van zijn voorspelling. In anderhalf jaar tijd is Nederland verworden van een land dat relatief sterk uit die crisis van 2008 en 2009 kwam, met een lage werkloosheid en een hoog consumentenvertrouwen, tot een economische laagvlieger. Onze economie krimpt, terwijl de landen om ons heen groeien. Onze werkloosheid stijgt, terwijl ze om ons heen daalt. En het consumentenvertrouwen is nergens in Europa zo snel in elkaar gedonderd zoals hier. Anderhalf jaar heeft Nederland kennis mogen maken met het economische recept van Rutte. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik ben er klaar mee. Wat mij betreft duurt het dus geen dag langer. Beste mensen, het roer moet dus om. Het is tijd voor een nieuwe start. Het is tijd om datgene te doen wat anderhalf jaar lang is nagelaten. Werken aan economische groei, aan perspectief, aan banen. Werken aan werk. En daar is dus een nieuw recept voor nodig. Want dat recept van die kale financiële obsessie, van snijden om te lijden en van korte sprintjes om de begroting op orde te brengen en daarna alles neer te laten vallen, heeft niet gewerkt. En gelukkig keert het tij. Allereerst in Europa. Met de verkiezing van François Hollande tot president in Frankrijk komen groei, banen, perspectief weer centraal te staan in Europa. En dat is hard nodig. Want in Nederland en Europa kunnen we echt alleen ons optimisme weer hervinden als we de economie weer aan de praat krijgen. Als we banen scheppen en als we vooral jongeren weer perspectief bieden. Niet alleen in Nederland, maar juist ook in Zuid-Europa, waar in sommige landen de helft van de jongeren geen werk meer heeft. Een hele generatie dreigt daar dus op te groeien zonder zicht op de toekomst. En dan maakt het dus niet uit of het Nederlandse of Spaanse jongeren zijn, zeg ik tegen de vrienden van de Socialistische Partij. Dan kijk je dus niet toe van achter de dijken, maar dan toon je je internationale verbondenheid voor een gezamenlijke toekomst. En ik ondersteun dan ook het pleidooi van Hollande om dat perspectief te herstellen. En dan voldoet dat kale begrotingspact wat we hebben afgesloten dus niet. Er is een groeipact nodig, met ruimte voor investeringen uit die structuurfondsen. Extra capaciteit om te investeren vanuit de Europese Investeringsbank. En nieuwe financiële middelen uit bijvoorbeeld zo'n financiële bankenbelasting. Met Hollande en met de andere sociaaldemocraten in Europa wil ik pleiten voor een nieuwe Europese route. Weg van het eenzijdige ieder voor zich bezuinigen naar een nieuwe agenda van groei en perspectief. En dames en heren, er is dus een alternatief voor die cynische politiek van ieder voor zich bezuinigen. Zeker in Nederland. Want wij zijn nog altijd het land met ongekende mogelijkheden. Maar om dat te zien moet het gebogen hoofd dat nu naar de navel staart wel omhoog. Blik op de toekomst. Onze toekomst. En belangrijker, de toekomst van onze kinderen. Een toekomst die dus ver vooruit kijkt, naar 2050. Maar ook een toekomst die vandaag begint. En die begint met het op orde brengen van de basis. Want de kracht van Nederland en het vertrouwen van Nederlanders rust op die basis. Op de zekerheid van werk. Op veilige straten. Op betaalbare woningen. Op goede scholen. Op bereikbare ziekenhuizen. Dat zijn de voorzieningen die samen de maatschappelijke ladder vormen waarlangs ieder omhoog kan klimmen. En dus ook de samenleving als geheel omhoog klimt. En wie die basis versterkt, versterkt de verheffende en verbindende kracht van een samenleving. En vanaf die basis kan dan echt de sprong naar de toekomst worden gemaakt. Ik wil een economie die die basis versterkt. Ik wil niet concurreren op de laagste lonen, op de flexibelste arbeidscontracten, op de karigste publieke voorzieningen, op het snelste flitskapitaal en op de laagste belastingen, zoals bijvoorbeeld de VVD wil. Want waar dat toe leidt, hebben we gezien. Wij maken een andere keuze. Voor een land dat concurreert op het beste onderwijs, de grootste arbeidsrust, degelijke financiële sector, hoogwaardige infrastructuur. Wij kiezen voor een land dat haar kracht ontleent aan het feit dat we gezamenlijk elkaar sterker maken. Een land waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waarin iedereen, hoe je ook geboren bent, waar je ook geboren bent, de kans krijgt om het beste uit zijn leven te halen. En zo'n economie. En zo'n economie drijft dus op samenwerking,
En dat is ook de traditionele kracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Al meer dan 100 jaar. 120 jaar geleden bijvoorbeeld Anton Philips met zijn gloeilampenfabriek. Maar daar liet hij het niet bij. Hij zette ernaast een fantastisch laboratorium, het Natlab, neer. Waarin mensen de ruimte kregen om te innoveren dat het een lieve lust was. Die gloeilamptechnologie, die had hij al. Maar hij wilde iets nieuws met anderen samen maken. En we kennen het resultaat. Een indrukwekkend resultaat van innovaties, bedrijven, talloze spin-offs die de wereld veranderden. NXP, ASML, TomTom, een heel ecosysteem aan toeleveranciers die zich kenmerken door die open samenwerking. En dat is nog steeds, na 120 jaar, het unieke karakter van de Nederlandse economie. Samenwerken, open innovatie. En dat zien we terug bij al die bedrijven die bij elkaar in een gebied zitten. De voedingsindustrie, Westland, Aalsmeer, ook Wageningen. Bij de unieke samenwerking van bedrijven in het noorden van het land, waar overheden, scholen, universiteiten, Energy Valley oprichten. Daar in het noorden van het land, in Friesland en Groningen, wordt de kiem gelegd voor een nieuwe economie van Nederland in 2050. Draaiend op een 100% duurzame energievoorziening. Dat is niet alleen noodzakelijk vanwege oprukkende klimaatverandering en oprakende energievoorraden. Het is net zozeer noodzakelijk vanwege de nieuwe banen die daardoor geschapen worden. Waar de oude wegvallen. Door de groei, de nieuwe groei die daardoor wordt gerealiseerd, waar de oude nu stagneert. Nederland heeft zo ontzettend veel kansen. Maar die kansen worden dus niet vanzelf benut. Samenwerking komt niet altijd vanzelf tot stand. Hier kan en moet de overheid dus een rol gaan spelen. En het laatste wat je dan nodig hebt, is een overheid die er eigenlijk niet wil zijn. We hebben een betrokken overheid nodig, een overheid met lef. Durf nou gewoon een elektriciteitsnet op zee aan te leggen. Om zo al die offshore energiewinning die daar kan gebeuren te ontsluiten. Investeer in nieuwe projecten voor biogrondstoffen. Maak de ontwikkeling van elektrisch vervoer mogelijk. Een nieuwe trotse vorm van nationale industriepolitiek. Dat is wat we nodig hebben. In een Europese context. Met honderdduizenden nieuwe banen tot gevolg. Met een land dat groeit tot gevolg. En het laatste wat je dan ook nodig hebt, is een overheid die bezuinigt op onderwijs. Want laat niemand zich door ex-onderwijspartij D66 in de luren leggen. Wie instemt met een nullijn voor leraren? Wie instemt met een nullijn voor de leraren onttrekt 300 miljoen euro per jaar aan het onderwijs. Precies op de plek waar de tekorten het grootst zijn. We hebben voldoende goede leraren nodig. En hier hebben de partijen zich dus laten meeslepen door die slogan van Rutte. Die de geluksmachines ging uitzetten, weet u nog? De onderwijzers van Nederland, dat zijn onze geluksmachines. Die zet je niet uit, die maak je sterker. Maar zomaar investeren in onderwijs, dat is te gemakzuchtig. We moeten echt gericht aan de slag. En waar dan? Praat met een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf en je weet het. In het techniekonderwijs. Niet alleen, of eigenlijk juist niet zozeer in het universitair onderwijs, maar vooral op vakscholen, mbo's. Op al die niveaus moet het aantal techniekstudenten omhoog. Als wij Nederland weer willen laten groeien, dan zullen we moeten investeren in techniekonderwijs. En als we de economie willen verduurzamen, dan zullen we moeten investeren in techniekonderwijs. Ik heb als voormalig milieuactivist heel lang gedacht dat de beste investering in het milieu toch echt een zonnepaneel is. Of een windmolen. Mis. De beste investering in het milieu is investeren in het beste onderwijs voor onze kinderen. Omdat onze kinderen dingen moeten kunnen verzinnen en maken waar wij met al onze knappe kennis nog niet op konden komen. Laten we onszelf dus nou eens een doel stellen. We willen het aantal studenten en vaklui in de technische studies vergroten naar 50%. Door vakscholen te bevorderen en door samen met werkgevers de garantie op werk te geven voor al die mensen en een financiële bijdrage aan de studie te leveren van jongeren die kiezen voor techniek. Een pact tussen overheid, werkgevers en scholen. Precies de samenwerking waar Nederland groot mee is geworden en waar we groot in kunnen blijven. Beste mensen, deze verkiezingen gaan dus over hoe wij de toekomst vormgeven. Hoe we dit land op een eerlijke manier uit die crisis halen. Weer op gang brengen. En wij hebben onze keuzes gemaakt. Wij kiezen voor een sterke economie. Die rust op de fundering van een sterke samenleving. De basis moet op orde.
En Nederland moet weer aan het werk. Daar gaat het over op 12 september. Krijgen de mensen de kans om een eerlijke boterham te verdienen met hun baan voor hun gezin? Of gaan we toestaan dat de Amerikanisering van de arbeidsmarkt oprukt? Dat mensen vele baantjes aan elkaar moeten knopen en dan nog in de schuldhulpverlening terechtkomen? Krijgt iedereen de kans om zijn talent te ontwikkelen met goed onderwijs? Of gaan we gewoon plat concurreren op de laagste loonkosten met Polen en China? En laten we het onderwijs versloffen? Laten wij de economische motor weer draaien? Of laten we er zand in lopen door de publieke voorziening in de samenleving te verzwakken? Als wij nu de juiste keuzes maken, dan kunnen we de toekomst met optimisme tegemoet zien. En wij maken die keuzes. En het is nu zaak dat wij voor 12 september zoveel mogelijk mensen van die keuzes gaan overtuigen. Onze toekomst begint nu. Omdat wij vanaf nu, zaal voor zaal, straat voor straat, deur voor deur, gesprek voor gesprek, iedere Nederlander gaan overtuigen wat er op het spel staat op 12 september. Wat de keuzes van de Partij van de Arbeid zijn die wij daarvoor gemaakt hebben. En waarom ze dus op onze prachtige partij moeten stemmen. Ik dank u wel.